Om ons kanon te maken hebben we nodig duct tape, een petfles, liefst een stevige petfles, een projectiel, om het te gaan afvuren, een vuurtje, voor warmtebron, en dan haarlak of deodorant, iets dat brandbare stoffen bevat. Dan hebben we ook nog een buis nodig waar we onze projectiel gaan insteken. En we gaan op iets schieten en ik heb daarvoor een roos voorzien. Dus niet de juiste roos, maar een roos is een roos. Nu gaan we een gaatje maken in de fles. Ik heb dat al gedaan. Ik heb een stuk gebrand en dan de rest met een schaar opengemaakt. En wat we nu gaan doen is met duct tape gaan we de fles vastmaken aan die lange buis We hier. hebben de fles aan de buis geplakt. Dat gatje is klaar hier. En we kunnen het met haarlak doen. Maar ik heb eigenlijk gevonden dat er in vrouwendeodorant meer brandbare stoffen zitten dan een haarlak. Dus ik ga het met haarlak doen. Maar het gaat perfect met deodorant doen. Het gaat perfect ook met haarlak. Dus we gaan ons projectiel erin steken. Voilà. We gaan onze bus vullen met deo of andere brandbaar materiaal. Vul de fles. En dan gaan we vuurtje steken op de roos. Klaar. Zoals jullie kunnen zien heeft het projectiel toch wel een behoorlijke snelheid en zou ik willen vragen als jullie ooit het proefje zelf gaan uitvoeren, niet te richten op dieren of mensen of waardevolle zaken of zo. Dat was het dan. Bedankt en tot ziens.